Er is weer een regeringsvergadering gehouden. Er zijn verschillende onderwerpen besproken. Er is uitgebreid gesproken over olie en gas. Er zijn diverse projecten besproken en er zijn ook besluiten genomen. Vandaag zal ik ingaan op de volgende besluiten. De ministers van Natuurlijke Hulpbronnen en Ruimtelijke Ordening en Milieu zullen samen met de deskundigen overleg hebben over het Nationaal Actieplan voor het uitfaseren van kwik. Binnen een maand wordt een eerste versie van een draft van het actieplan gepresenteerd tijdens de RRV. Verder heeft de regering goedgekeurd dat 1654 AOV'ers die al in bezit zijn van een moneycarta en geen pensioen ontvangen, zij zullen vanaf juli 2023 in aanmerking komen voor de koopkrachtversterking van 1800 SRD. Daarnaast heeft de minister van Onderwijs een presentatie gegeven over de analyse en de bevindingen van het onderwijssysteem in Suriname. Hij heeft gesproken over het nieuwe onderwijssysteem, inclusief de nieuwe structuur en de doorstromingsmogelijkheden. Bij de volgende RRV zal er meer aandacht hieraan besteed worden. De minister benadrukt ook dat er hard gewerkt zal worden aan communicatie op alle niveaus, zodat iedereen goed geïnformeerd is en op de hoogte is van de voordelen.